In 1607 wordt in Vlissingen een klein Michieltje geboren. En die mini-matroos drinkt geen melk, maar zeewater. Op zijn 11e gaat hij al het schip in en vier jaar later is Michiel volleerd zeevaarder. Hij koerst naar de Caribbean als koopvaarder, hij jaagt op walvissen en hij kaapt her en der een ladingje mee. De doekoes stromen binnen en op zijn 44 ste al kan hij meer tijd aan zijn gezin gaan besteden. Blijkbaar is hij toch af en toe een nachtje thuis geweest. Maar zeewater kruipt waar het niet gaan kan. De Ruiter wordt opperbevelhebber bij de Zeeuwse Admiraliteit en voert allerlei vernieuwingen door. Zoals formatievaren en het zeilen met vlaggen. In 1667 moet hij aan de bak tegen de Britten. Hij vaart pardoes over een grote ketting heen, steekt de Britse vloot in de hens en neemt het vlaggenschip mee naar huis. Een echte zeeheld. Al lag je zelf tijdens de slag te kotsen in zijn kooi. Ja, dat krijg je met al die vis. Michiel voert nog weinig zeeslagje, tot er bij Sicilië een kanonskogel verkeert op zijn beenland. De ruiter krijgt een praalgraf in de nieuwe kerk in Amsterdam. En als je daar eens op bezoek gaat, dan ruik je de zee nog. Of is het misschien de viskraam om de hoek?